Goedemorgen allemaal, jongens. Ik hou mijn haar even vast, want als ik het loslaat, nou, dan schrik je helemaal dood. Dus ik hou het lekker even vast, ook voor jullie zo op die vroege ochtend. De zon komt op en ik wil het jullie echt laten zien. Het is prachtig. Kijk, daar tussen de boom komt de zon op en het is zo'n mooi plaatje, vind ik. Prachtig. En dat is mijn wekker en ik ben voor mijn wekker wakker geworden. Nou, dat is helemaal bijzonder. Nou, vandaag is het vrijdag 13 september alweer. Jeetje, wat gaat het hard. Ja, ik heb een beetje een maandaggevoel of een dinsdaggevoel. Omdat ik eigenlijk halverwege de week ben binnengestroomd. Ook op mijn werk. Dus een beetje gekkig. Outfit of today. Ik heb lekker deze broek aan van Icon Amsterdam. Dit zijn nog steeds echt mijn faves. Ze zitten zo lekker. Het enige wat ik heb met deze broeken zijn, ze hebben hier een best wel grote rits. Dus op het moment als je schaaft, dus tegen je andere been, of je loopt en je schaaft, dan krijg je gewoon gelijk een wond. Want die rits is verschrikkelijk hard. Maar goed, ik vind hem wel heel leuk. Dan dit zwarte shirt, ook way back, volgens mij van Daily Aesthetic. Daily Aesthetic. Was toen de tijd echt mijn favoriete winkel. Tegenwoordig niet meer hoor, maar toen wel. Dus die heb ik. En dan mijn pet van de Primark. Nou, ook helemaal blij. Nou, lekker werken. En dan gaan we, als het goed is, na werk met elkaar ergens een soort borreltje doen bij een café. Dus dat is ook wel echt even gezellig. Zin in. Ik ben zo blij met die hoor. Zo fijn. Het houdt echt lekker die dieren tegen. Die vieze insecten. En de enge vogels die misschien bereid zijn om binnen te vliegen. Even nog lekker die Soleil pakken. Oh. Want je weet al gewoon, straks is het winter en dan krijg je weer die koude dagen. Althans de herfst. Zodra die eerste van september aanbreekt, weet je al gewoon gelijk dat je weer gewoon die herfst krijgt. Zo erg. Terwijl er in september echt mooie dagen nog kunnen zijn. Kijk, is die wolken achter me? Nou, dat belooft al helemaal niet goed. Verschrikkelijk gewoon. Ja, en dan kom ik gelijk, dames en heren, bij een nieuwe vraag van de dag. En deze keer is de vraag, wat is jouw favoriete seizoen? Is dat de lente, de zomer, de herfst of de winter? Nou, die van mij is de zomer. Ja, ik vind ieder seizoen vind ik enig eigenlijk, op zijn eigen manier. Maar ja, de zomer is voor mij zo fantastisch. Ja, joh, gewoon lekker zwemmen, zonnen, naar het strand gaan. Alles is vrolijker, de wereld is leuker. Ja, nee, zomer, echt waar. En daarna denk ik dan toch misschien de winter. Dat vind ik ook wel gezellig. Dan denk ik de lente en dan de herfst. De herfst vind ik het vreselijkst. Ja, lente vind ik ook. Nou ja, weet ik eigenlijk niet wat ik van de lente vind. Leuk, ja. Alles gaat groeien, hè. Alles zet in de bloei. Nou, laat even weten in de comments. Ik ben benieuwd. We zijn net lekker klaar met repeteren. Het was een lange dag. En we gaan nu gezellig met z'n allen naar een cafeetje. Gaan we even wat drinken, eten. Geen idee, ze staan er al een beetje. Ze wachten op mij, want ik ben heel sloom. Even, ik heb honger ook. Mijn cola staat nog in de koelkast, die kan ik even opdrinken. En jongens, ik heb echt iets waanzinnigs gekocht. Oh my god, jij hebt het gezien aan de titel. Ik kan niet wachten, ik heb gewoon een nieuwe iPhone besteld. De nieuwe iPhone 16 Pro Max. Om 2 uur kon je dat bestellen, dus ik ging direct. Ik had om 2 uur pauze, dus ik ging direct op de Apple Store. Maar je moest eerst in een soort van wachtrij. Dus ik kreeg alweer een beroerte. Ik dacht, ben ik net weer diegene die het net niet meer kon kopen, zeg maar. Maar het is gelukt. Ik heb de Desert Titanium gekozen. Super zin in. Want deze telefoon is dan de 15 Pro Max. Maar dit is gewoon echt een probleemding. Vanaf het begin had ik daar al problemen mee. Als je de vlog zo langer volgt, weet je waarom. Ja, Ella Joy, ik kom. Ik zei niet eens iets. Nee, maar ik voel al een bepaalde soort energie. Ik heb mijn TikTok staan kijken. Ella Joy. Wacht even, doe ze even 1 keer. Ja. Doe maar 3, 2, 1. Nee, maar met zijn duckface. Oh. Ja. Sorry hoor. Zo leuk. We lopen nu op, hoe heet het hier? In Den Haag? Geen idee waar we zijn. De Larijweg gewoon, denk ik. Regentessenplein, volgens mij. Ja, Regentessenplein. Daar zijn we nu. Daar gaan we naar een leuk cafeetje. Oh, daar heb je ook een café. Nou, dat lijkt mij niet hoor. Of moeten we nog verder? Ik denk Oh nee, hier Emma staat gewoon op dat raam. Nou, gezellig. Nou, helemaal zin. Oeh, die vrouw. Dat is gewoon fietsje. Ja.
Lieve allemaal, ik ben inmiddels thuis. We hadden net de borrel. En ja, er kwam bepaald nieuws naar buiten waar we allemaal enorm van geschokt zijn. Ik wil het allemaal niet te veel te vertellen in de vlogs, want dat is gewoon... Ik weet niet, ik voel me daar gewoon niet helemaal fijn bij of zo om dat te zeggen. Wat ik wel echt wil zeggen is, geniet van het leven. Het kan zo maar het einde zijn. Het is echt verschrikkelijk. En als je met iets zit of met bepaalde dingen in je hoofd, als je daar heel erg mee bezig bent of je zit niet lekker in je vel, praat met mensen. Echt waar jongens, praten, echt, echt praten. Weet je, al praat je met een buurman of een collega of bericht mij. Praat met mensen. Het is zo belangrijk en dan kom je, dan kom je eruit. Ja, ik weet niet. Het veranderde helemaal in een andere sfeer dan dat we wilden. Dus het is, ja, ik kom ook niet helemaal uit mijn woorden. Ik ben eigenlijk niet gewend om dit soort dingen te zeggen of zo, weet je wel. Als je in de danswereld zit, dan weet je misschien waar ik het over heb. Maar ja, jongens, kijk uit met alles. Want je weet nooit wanneer het einde... Het was zo... We waren allemaal helemaal vrolijk en zo. En opeens sloeg de sfeer om. En dan besef je ook alweer van... Oh ja, er kan ook... Weet je, het kan ook heel anders zijn. Het kan ook heel anders aflopen. Morgen ben ik er weer op dit YouTube-kanaal. Jongens, en praat met elkaar, hè. Praat met elkaar als je ergens mee zit. En wees ook lief voor elkaar. Echt waar.